Goedenavond. God zegent jou. But you already know that that's all the Dutch you're going to hear from me. Dat is ongeveer het enige Nederlands wat u vanavond van mij zult horen. Because even the people don't speak any English still speak English better than I speak Dutch. Zelfs mensen die geen Engels hier spreken zullen nog beter Engels spreken dan ik Nederlands. But I do feel compelled to say here I've started to understand a little bit more. Maar ik begin steeds een beetje meer te begrijpen. And I could understand that you were reading before Zechariah chapter 8 verse 23. En ik heb verstaan dat u Zechariah 8 de laatste twee versen gelezen hebt. And before I begin I feel compelled to share with you that this is a very emotionally charged experience for me. En ik wil graag voordat ik begin met u delen dat dit voor mij echt een emotioneel geladen ervaring is voor mij. I have to admit that when a number of years ago I began to engage in this mission in speaking to Bible believing Christians, I resolved that every verse in the Hebrew Bible I would share with my Christian brethren except one. Toen ik een aantal jaren geleden begon met mijn missie om de ontmoeting met christenen te zoeken en ook de schrift met hen te delen, had ik me voorgenomen om elke tekst uit de Bijbel met hen te bespreken behalve één. That one verse is Zechariah chapter 8 verse 23. En dat is dat ene laatste vers in Zechariah 8 vers 23. Because who am I to start telling you what God says in that verse? Want wie zou ik zijn om u te zeggen wat God in dat vers zegt? It would take a lot of nerve, wouldn't it? Dat zou nogal wat lef vergen. But I must share with you that beyond that I could never have imagined a few years ago. I don't think any Jews I know could have imagined a few years ago. My standing here with Case and Case is quoting Zechariah chapter 8 verse 23 to me. Maar afgezien daarvan zou ik me een aantal jaren ook niet hebben kunnen voorstellen en ook andere Joden die met mij van deze roeping op de hoogte zijn zouden dat niet kunnen. Dat ik hier vanavond zou staan en dat Kees Zechariah 8 voor u zou lezen. I have to admit that this isn't the first time I've had that experience on innumerable occasions. My Christian brothers and sisters in my audiences have quoted to me Zechariah chapter 8 verse 23. Ik moet natuurlijk ook wel zeggen dat dit vers talloze keren geciteerd is als ik zo voor christelijke groepen sprak. And the feeling doesn't wear off. I still feel overwhelmed. En dat gevoel dat raak ik maar niet kwijt. Ik voel me daar nog steeds overweldigd door. And maybe that's a good way to begin. En dat is eigenlijk het punt waar ik wil beginnen. That is the name of our topic, as Kees already introduced it, is why it is important for Jews and Christians to meet. Waarom is het belangrijk dat christenen, Joden en christenen elkaar ontmoeten? And I'd like to make a few attempts at answering this question. En ik wil een paar pogingen doen om deze vraag te beantwoorden. I know from many people with whom I've spoken that for many Christians it is important because they feel compelled to make amends. Ik weet dat van veel christenen die ik gesproken heb dat zij het zich genoodzaakt haast voelen, gedrongen voelen om daar een iets van herstel in aan te brengen. And I feel compelled to tell you that for me that is not the right answer to this question. En ik voel me vanavond gedrongen om tegen u te zeggen dat dat niet het juiste antwoord is op de vraag. As expressed in Deuteronomy, the fathers are not put to death for the sons, nor the sons for the fathers. In Deuteronomium staat dat de vaders niet verantwoordelijk zijn voor de zonen en omgekeerd de zonen ook niet voor de fouten van de vaders. And we read in the words of Ezekiel in chapter 18 of the extent to which no one is protected
or indicted because of his background. En in Ezechiël 18 lezen we dat eigenlijk niemand op zijn achtergrond aangesproken kan worden. That is, the righteous son of the wicked father does not suffer because of the wickedness of the father. De rechtvaardige zoon van de kwaadaardige vader die lijdt niet vanwege de zonde van zijn vader. The wicked son of the righteous father is not saved because of the righteousness of the father. En omgekeerd, de kwaadaardige zoon die is niet wordt niet gered vanwege de goedheid van zijn vader, de rechtvaardigheid van zijn vader. Everyone is held accountable for what he or she does. Iedereen wordt zelf verantwoordelijk gehouden voor wat hij of zij doet. So making amends for me is not the right answer. Dus herstel. Herstel van relatie zoeken is voor mij niet het juiste antwoord. Herstel van fouten van het verleden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. So, what is the right answer? Wat is dan het juiste antwoord? Well, a second answer that certainly has important basis is that we need to stand together because there are existential problems that confront us. Een tweede antwoord dat zeker een goede basis heeft, is dat we naast elkaar moeten staan, elkaar moeten versterken, omdat er wezenlijke, existentiële problemen zijn waar we mee geconfronteerd worden. There are ethical issues on which we stand together. Er zijn ethische kwesties waarin we naast elkaar staan. And of course we'll add here in particular in this wonderful organization, Christians for Israel, the cause of supporting Israel in the face of so much anti-Israel agitation, that's also an issue upon which we stand together. En er is zeker ook in de context van onze organisatie Christen voor Israël de zaak van Israël en de anti-Israel agitatie waarin we elkaar mogen versterken. And I certainly don't want to downplay the importance of this answer. En ik wil het belang van dit antwoord zeker niet te laag schatten. I know I have many dear friends, both Jews and Christians, who are very much involved in working together on this level. Ik heb hele goede vrienden, zowel Joden als Christenen, die heel nauw samenwerken op dit vlak. But that's still for me is not the answer. Maar dat is voor mij nog steeds niet het antwoord. And as much as I very much admire the people who are engaged in that holy work, that's not my work. En hoewel ik de mensen die daarin betrokken zijn bijzonder in dit heilige werk bijzonder bewonder, is dat toch niet direct mijn werk. Because far beyond facing the existential problems, the immediate challenges, the burning issues that I fully respect need to be addressed. Want naast en voorbij al deze uiterst belangrijke kwesties die wel inderdaad bij de kop gepakt moeten komen. There is what strikes me as an irony. When Bible-believing Jews and Bible-believing Christians, for the most part, come into the same room. What do you mean, coming to the same room? They come into the same room together. They come together. Dat is de zaak dat Joden en Christenen die allebei in de Bijbel geloven, en het is een soort van ironie voor mij, en samen in dezelfde ruimte komen. And they're working together on all sorts of very important subjects. En op allerlei belangrijke onderwerpen inderdaad samenwerken. And they're in this room and there's an enormous elephant in the room that they're ignoring. En ze zijn in die kamer en er staat een enorme olifant in die kamer die ze allemaal negeren. Because for a Bible believer, I don't have to tell you this. The essence of our identity, our respective identities, is our reverence of God and our reverence of his word. Want de essentie van onze identiteit, onze beide identiteit, is onze verering en de achting van het woord van God en van God zelf. And while there has been
increasing work of Jews and Christians together, which is a great blessing. I would say since World War II, on an increasing level, ironically, in the face of increasing secularism in the world, and it's a great blessing that Jews and Christians come together in addressing the burning issues that they face. En sinds de Tweede Wereldoorlog is er natuurlijk enorm veel gebeurd. Joden en christenen ontmoeten elkaar en zoeken ook, ironisch gezien, tegenover de toenemende secularisatie, ook de ontmoeting met elkaar om die kwesties allemaal aan te pakken. But everyone seems to be tiptoeing around. Maar avoiding. Iedereen draait als een kat om de hete brei heen. Can't talk about our reverence of God, our belief in God as what has brought us into the room in the first place. We kunnen op een of andere manier niet spreken over wat ons eigenlijk daar samenbrengt, en dat is onze verering van God. There are many reasons for this. Daar zijn heel veel redenen voor. Maybe we'll consider some of them shortly. We zullen er een paar eens langslopen. But I feel compelled to stress that from my perspective, God is calling upon us to stand together, to truly stand together. Maar ik wil hier heel graag benadrukken dat God ons geroepen heeft om werkelijk naast elkaar te staan. And that means standing together as servants of God, because we recognize and respect one another as servants of God. En dat betekent naast elkaar staan als dienaren van God, omdat we elkaar respecteren en accepteren als dienaren van God. And many of you have heard me in this regard on many occasions quoting the words of the prophet Zephaniah, chapter 3, verse 9. Velen van u hebben mij al eens vaker de woorden van Zephaniah 3, vers 9 horen citeren in dit verband. Then I will change to a clear language for all peoples to call all of them in the name of God and to serve him shoulder to shoulder. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in een reine taal. In onze vertaling staat reine lippen, maar zoals Geim het vertaalt is het reine taal. Zodat zij allen de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Schouder aan schouder. You can't serve God shoulder to shoulder if you're afraid to admit, talk about the fact that you're serving God. Je kunt God niet schouder aan schouder dienen als je bang bent om erover te praten dat je hem dient. That aspect of our standing together isn't merely part of the landscape. It is the central basis of our standing together. Dat is niet alleen maar een aspect van het of een onderdeel van het landschap van het naast elkaar zijn. Het is de basis ervan. And this inevitably demands of us considering history from a very broad perspective. En dat vraagt van ons dat we de geschiedenis dan ook in een heel breed perspectief bekijken. Because historically what we are attempting to do is to make up for a tremendous missed opportunity. Want wat wij historisch gezien hier doen is eigenlijk ons opmaken voor een ongelofelijke gemiste kans in de geschiedenis. What do I mean by a missed opportunity here? Wat bedoel ik met een gemiste kans? Let me take as an example, an illustration, something from a very different domain, but I think it helps to illustrate the point. Laat ik een voorbeeld geven vanuit een heel ander terrein, maar het kan het misschien wat verhelderen. In Haggai, prophecy of Haggai, in chapter 2, verses 6 to 9, we read God's promise regarding the rebuilt temple after the Babylonian exile 2500 years ago, approximately. In Haggai 2, vers 6 tot en met 9, lezen we over de ballingen die terugkeren uit Babel en de tempel herbouwen ongeveer, zeg maar, 2500 jaar geleden. You don't mind. I just hope you have the same count. That is.
כי כמה מהשם צפקות, עוד אחת מעט היא, ואני מרגיש את השמיים ואת הארץ. Just a little bit, yeah. Shortly, I am going to be quaking the heavens and the earth. I'm not sure if... Okay. I found it, yeah. Okay, I think it's around there. Ja, soms dan heb je in de profeten met name dat de vers in het Hebreeuws niet helemaal, de versnummers niet helemaal corresponderen met onze vertalingen. Dus vandaar dat ik even moest zoeken. Want in vers 7, want zo zegt de Heere van de legermachten, nog één ogenblik en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven, zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. That is, again we emphasize, greater will be the glory of this last house than that of the first house. So God promises, and in this place I will give peace. So God has promised. Dat staat ook nog in het volgende vers. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. It didn't happen. Dat is toen niet gebeurd. In Zechariah, in chapter 2, in my Bible it's verse 14, but it may be verse 10 in yours. Yes, probably. Okay. Yeah. Rejoice and exult, daughter of Zion. Yes. Exactly. Okay. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Ik kom. God is saying he's coming. God zegt dat hij komt. And ironically, that was the greatest deficit, the greatest deficiency of the rebuilt temple. That God's presence was not manifest in the second temple as it had been in the first temple. En dat was ironisch gesproken eigenlijk het grootste gemis in de tweede tempel, dat die aanwezigheid van de Heere God in de tempel er niet was zoals die er in de eerste tempel was. Prophecy didn't flourish, it died out. De profetie bloeide niet op, maar stierf uit. And the second temple was merely a shadow of the glory of the first temple. En de tweede tempel was slechts een schaduw van de glorie van de eerste tempel. And we wonder, how can that be? What happened to God's promise? Hoe kon dat zo zijn? Wat gebeurde er met de belofte van God? After all, as God promises in Isaiah chapter 55, verses 10 and 11. In Jesaja 55, de versen 10 en 11, belooft God. As the rain and the snow descend from heaven and don't return there, but moisten the earth and cause it to grow and to flourish. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. So God's word does not return empty. Gods woord keert niet leeg terug. What happened? Wat is er dan gebeurd? And in our tradition, this is another example of a missed opportunity. In onze traditie is dit niet een voorbeeld van een gemiste kans, gemiste mogelijkheid. Because God sent Cyrus to restore the Jews to the land of Israel. Want God stuurde Cyrus om de Joden te laten terugkeren naar het land Israël. And indeed, in the words of Isaiah, in Isaiah chapter 45, verse 1, he refers to Cyrus as God's Mashiach, God's anointed one. En in Jesaja 45, vers 1, spreekt de profeet over Cyrus of Kores als zijn gezalfde, zijn Messias. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand. So this was an opportunity that came from God. Dit was een gelegenheid die van God kwam. So how come, it's embarrassing for me to admit it, but how come so few Jews came back with Ezra and with Nehemiah to the land of Israel?
Maar hoe kan het dan, ik schaam me bijna om het te zeggen, hoe kan het dan zijn dat zo weinig Joden maar terugkeerden met Ezra en Nehemia naar het land Israël? They didn't believe it was so divine. Ze dachten misschien dat het niet zo goddelijk was. They figured, business as usual. Ze dachten, het is de gebruikelijke gang van zaken. What's been going on for the last 70 years is good enough for us. Zoals het de afgelopen 70 jaar is geweest, is voor ons eigenlijk wel goed genoeg. There are even traditions in various Jewish communities that Ezra came to them and said, come back with me to Jerusalem. And they said, you have your Jerusalem in the land of Israel, we have our little Jerusalem over here. Er zijn zelfs tradities in sommige Joodse gemeenschappen dat Ezra bij hun langskwam en hun opriep om mee te gaan naar Jeruzalem. En dat ze tegen hem zeiden, jij hebt jouw Jeruzalem in het land Israël, wij hebben ons kleine Jeruzalem hier. And an opportunity was missed. En daar was dus werd een gelegenheid gemist. God's promises remain promises. Gods beloften bleven beloften. God's word never goes back empty. Want Gods woord keert nooit vruchteloos terug. But God's timetable is not necessarily our timetable. Maar Gods tijdschema is niet noodzakelijkerwijs ons tijdschema. Those prophecies were to have taken place 2500 years ago. Deze profetieën hadden 2500 jaar geleden moeten gebeuren. They will all be fulfilled, but 2500 years later we're still waiting. Ze zullen allemaal vervuld worden, maar 2500 jaar later wachten we daar nog steeds op. Because God came back, but where were we? We weren't ready. So if we weren't ready, God is pouring out his spirit, but we don't have the vessels to receive God's spirit. God kwam terug, maar wij waren niet klaar. We stonden niet klaar. God goot zijn geest uit, maar wij hadden onze vaten niet klaarstaan om het op te vangen. An opportunity lost. Een verloren kans. What is, of course, much more relevant for us is what may have been an opportunity almost 2000 years ago. Wat misschien voor ons nog wel relevanter is, is wat bijna 2000 jaar geleden een kans, een gelegenheid had kunnen zijn. Now, in our tradition, and this is something that is expressed in some of our very classic sources, there is a role designated by God for Christianity. In onze traditie, en dat is beschreven in een aantal hele klassieke bronnen van ons geloof, daar wordt een rol weggelegd voor het christendom. I'm not telling you that you as Christians believe there's a role in Christianity. I'm telling you that for me as a Jew, there is a role that God designated for Christianity. En dan bedoel ik dat voor mij als Jood er voor u als christenen een rol weggelegd is. That we as Jews believe that part of God's plan is, even if we don't understand it, that in order to convey the core messages of the Torah, of the Bible, Christianity plays a critical role. Dat het, volgens zoals wij dat als Joden verstaan, ook al begrijpen we dat misschien helemaal niet, dat het in ieder geval een deel is van Gods plan, dat het christendom er een rol in speelt om de centrale boodschap van het Jodendom over te brengen in de wereld. That is, as the prophet Isaiah expresses it in chapter 42, verse 6, and chapter 49, verse 6, the role of Israel is to be a light of the nations. Dat is wat Jesaja in Jesaja 42 zegt, en ook hier Jesaja 49, dat de rol van Israël is om een licht voor de volken te zijn. But Israel by itself cannot fulfill that destiny alone. Maar Israël kan op zichzelf die bestemming niet alleen vervullen. Because the goal, as expressed in Isaiah chapter 49, verse 6, is I will give you as a light of the nations, that my salvation will be to the end of the earth. Want de rol van Israël, zoals die in Jesaja 49, vers 6 staat uitgedrukt, is ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
Well, who's supposed to get to the end of the earth? Nou, wie moet er dan naar het einde van de aarde gaan? God told Israel to be in the land of Israel. Want God had ook tegen Israël gezegd dat ze in het land Israël moesten zijn. To project the light from there. Om van daaruit dat licht de wereld in te laten schijnen. What we believe is we should have a partnership of Jews and Christians so that that light reaches the end of the earth. Ik geloof dat wij een partnerschap met de christenen zouden moeten hebben, Joden en christenen, om dat licht tot aan het einde van de aarde te laten schijnen. Because it is only when the light of God reaches the end of the earth that the world, the entire world, will be ready for redemption. Want alleen als dat licht tot aan het eind van de aarde schijnt, dan zal de wereld klaar zijn om de verlossing te ontvangen. A tremendous opportunity. Een enorme gelegenheid. And especially in the dusk of the Roman Empire, when there were so many people who were looking for meaning, who were looking for something, it could have been an extraordinary opportunity to spread that light of God through the entire known world. Zeker in die eerste periode, in het schemerdonker van het Romeinse Rijk, zou dat een enorme kans geweest zijn om het licht tot aan het einde van de aarde voor alle volken te laten schijnen. And it was an opportunity like the opportunity of Cyrus, of Ezra, of Nehemiah, an opportunity that was lost. En net als bij Cyrus en Ezra en Nehemia was het een kans die verloren ging. I feel compelled to share with you in this regard the places in the Hebrew Bible that in a way we could say talk about Christians. Ik wil graag vanavond ook een aantal verzen uit de Hebreeuwse Bijbel met u delen die op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen over de christenen gaan. Because as you may know in Hebrew Christians are notzerim. U weet misschien dat het Hebreeuwse woord voor christenen notzerim is. And there are two verses in Jeremiah that speak about notzerim. En er zijn twee versen in Jeremia die over de notzerim spreken. Now I have to be honest with you that the simple meaning of notzerim in biblical Hebrew, since obviously biblical Hebrew is before notzerim as Christians, notzer means a watchman, someone who is watching. Moet ik natuurlijk ook wel eerlijk zijn en zeggen dat in het Bijbels Hebreeuws dat natuurlijk vooraf gaat aan die betekenis van christenen, dat in het klassieke Hebreeuws notzrim, notzer, een wachter betekent, een bewaker. But there are other words in biblical Hebrew wachter. For watchman. Maar er zijn in het Hebreeuws ook andere woorden voor wachter. So consider in Jeremiah chapter 31 verse 5. Jeremia 31 vers 5 is een van die versen. I'll read it in the Hebrew. That is, Ki yesh yom kareu notzrim behar Ephraim kumu v'na'aletzion el Hashem Elokeinu. There's a day in which the notzrim will call in the mountain of Ephraim. Let us ascend to Zion, to God, our Lord. Vers 6 is dat in onze vertaling. Want er zal een dag zijn dat de wachters, dus de notzrim, de wachters zullen roepen op het bergland van Ephraim. Sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heere onze God. Jeremia 31. Sorry, Jeremia 31 vers 6. De notzrim. On the one hand, those who are calling out, let us ascend to Zion, to God, our Lord. De notzrim, de wachters die dus oproepen om naar Sion, naar de Heer onze God, op te gaan. But there's also another verse in Jeremiah. Er is nog een vers in Jeremia. In Jeremiah chapter 4, verse 16. Jeremia 4, vers 16. Remember to nations, behold,
Make it heard upon Jerusalem, Nozrim have come from a distant land, and they have called out with their voices over the cities of Judah. They're placing Jerusalem under siege. Daar komen we eigenlijk een andere betekenis van het woord Nozrim tegen. Roep het in herinnering bij de volken. Zie, laat Jeruzalem het horen. Er komen belegeraars Nozrim uit een ver land. Zij laten hun stem klinken tegen de steden van Juda. Dus daar zijn het degenen die Jeruzalem belegeren. Ironic that the only two places where we read about what Nozrim are doing, they're both coming to Jerusalem. Maar het is wel opmerkelijk dat in die twee plaatsen waar dus dat woord Nozrim voorkomt, allebei op weg zijn naar Jeruzalem. That they're two completely different comings to Jerusalem. Maar twee totaal verschillende manieren van komen naar Jeruzalem. There's the coming to Jerusalem, let us ascend to Zion to God our Lord. Is het komen naar Jeruzalem in de zin van laat ons opgaan naar Sion om de Here te zoeken. And there's the coming to Jerusalem in destruction, in siege. En er is het komen naar Jeruzalem in verwoesting, in belegering. And maybe in different ways, in different contexts, in different circumstances, they're both true. En misschien zijn ze in verschillende contexten, verschillende omstandigheden, betekenissen allebei waar. I firmly believe that in that world of almost 2000 years ago there was an extraordinary opportunity. Ik geloof stellig dat er in de context van die wereld van 2000 jaar geleden er een bijzondere gelegenheid, een bijzondere mogelijkheid was. I also realize you can't turn back the clock. Maar ik realiseer me ook dat je de klok niet terug kunt draaien. We're not in the Garden of Eden anymore, and we have no way to get back into the Garden of Eden today. We zijn niet meer in de Hof van Eden, en er is ook geen mogelijkheid meer om daarin terug te keren. But while to get back to the Garden of Eden, we're going to have to wait until this world as we know it is completely transformed. Maar terwijl we om terug te komen in de Hof van Eden moeten wachten tot deze wereld volledig getransformeerd wordt, veranderd wordt. I believe that the opportunity of almost 2000 years ago has come back. Geloof ik wel toch dat die gelegenheid, die kans van bijna 2000 jaar geleden teruggekomen is. And that is an extraordinary event, not just for you and for me, but for the world. Dat is een buitengewone gebeurtenis, niet alleen voor u en voor mij, maar voor de wereld. Because opportunities like this are miracles from God. Want gelegenheden als deze zijn wonderen van God. And this is like any miracle, something we couldn't possibly explain if we were to attempt to rely upon natural explanations. En dat is, zo gaat dat met wonderen, iets wat we op geen enkele manier zouden kunnen verklaren als we dat gewoon vanuit de natuurwetten zouden moeten verklaren. This is something that indeed God has created. Dit is echt iets dat God gecreëerd heeft. As expressed in Psalm 118. Zoals dat in Psalm 118 gezegd wordt. In verse 24. This is the day that God has made. We exult and rejoice in it. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. That's another verse I wanted to. That's another verse I contemplated to start with this evening. Wow. except, and maybe this is the reason you didn't start with it. We're not ready to rejoice yet. Maar ik zei net, ik heb er ook nog even aan gedacht om met dit vers onze avond te openen. Hij zegt behalve dan dat die dag dat we ons zo zullen verheugen nog niet aangebroken is. Because we still have a lot of work to do. Omdat we nog een heleboel werk te doen hebben. And
This inevitably relates to why it's important for us to meet and what it's important for us to do once we meet. Maar dat wijst ons er wel op waarom het belangrijk voor ons is om elkaar te ontmoeten en wat ons daarbij ook te doen staat. Religions generally tend to distrust one another. Godsdiensten wantrouwen elkaar over het algemeen. And in particular in the relationship between Judaism and Christianity, it would be an understatement to say there is tremendous distrust. En het is zeker een understatement om te zeggen dat in de relatie tussen Jodendom en Christendom er is groot wantrouwen. And while of course one obvious domain of the distrust is being suspicious of motives. Suspicious of? Of motives, your motivations. Motives, yeah. Een van de belangrijkste oorzaken of dieperliggende gronden van dat wantrouwen is natuurlijk het wantrouwen ten aanzien van de motieven. There is, I think, a more fundamental problem that needs to be confronted. Er is een meer fundamenteel probleem waar we ook mee geconfronteerd moeten worden. Religions have often attempted to establish themselves based upon definitive, incontrovertible proofs. Godsdiensten hebben vaak geprobeerd om zichzelf te baseren op definitieve en onomkeerbare bewijzen. If I prove my religion, I prove you are wrong. Als ik mijn godsdienst kan bewijzen, dan bewijs ik dat jij het mis hebt. And of course, if you prove your religion, you prove me wrong. En als u uw godsdienst bewijst, dan bewijst u dat ik het mis heb. It is a great challenge for people to confront their own limitedness. Het is een grote uitdaging aan mensen om zichzelf te confronteren met hun eigen begrensdheid. That we don't have incontrovertible proofs. Dat we geen onomkeerbare bewijzen hebben. That's not a flaw in our religion or a flaw, God forbid, in God. That is an inescapable limitation of our being human beings in this world. Dat is geen zwakheid in onze godsdienst of zelfs een zwakheid in God, maar dat is gegeven met ons eigen begrensde bestaan in deze begrensde wereld. We do not reach absolute truth in this world. In deze wereld bereiken we de absolute waarheid niet. And even Moses standing before God in requesting of God in Exodus chapter 33 in verse 18, show me your glory. In Exodus 33 vers 18 vraagt Mozes aan God, toon mij toch uw heerlijkheid. Gets the response from God that to reach that level in this world is impossible. En dan krijgt Mozes het antwoord van God dat hij dat niveau in deze wereld niet kan bereiken, dat onmogelijk is. In chapter 33 verse 20, you cannot see my face. You cannot understand God as he is, because no man can see God while alive. In Exodus 33 vers 20 is het antwoord, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Dus niet kunnen bevatten wie God is, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. In Exodus chapter 34, Moses sees the maximum that a human being can see, but he remains in this world. He, even Moses, God's faithful servant, is still limited as a human being. In Exodus 34 krijgt Mozes dan het maximale te zien wat hij als mens kan verdragen, maar zelfs hij blijft als mens aan die beperkingen onderworpen. We have what I describe as a problem, our pretensions of omniscience. We would like to think we know everything.
ons probleem is, laat ik het maar zo zeggen, onze pretentie van alwetendheid. What we have more than anything else in binding us with God is our experiencing God. Maar wat ons samen, wat ons verbindt met God, is onze ervaring van God. And I'll express this, I think, as a challenge to everyone who is truly religious. En ik geef hier uitdrukking aan als een uitdaging aan iedereen die werkelijk godsdienstig, werkelijk religieus is. We each believe in God. We are bound to God because we have experienced God in our lives. Wij geloven allebei in God. We zijn met God verbonden omdat we allebei God in ons leven hebben mogen ervaren. But of course you realize that once we speak of our experience in God, everyone experiences as a reflection of who he or she is. Maar dan moet je tegelijk beseffen dat als we het over het ervaren van God hebben, dat elke ervaring ook weerspiegelt wie we zelf als mens zijn. Everyone has different experiences. Iedereen heeft andere ervaringen. Experience is necessarily subjective. Ervaring is noodzakelijkerwijs subjectief. My experiences are different from your experiences, not because one of us is being dishonest, not because one of us is being untruthful, not because one of us is being obtuse, but because each of us is different. Mijn ervaring is anders dan die van u, niet omdat een van ons onwaarachtig of onbetrouwbaar is, of zelfs stompzinnig, maar omdat we gewoon allemaal anders zijn. This, for us, is the reason that God begins the Ten Commandments in Exodus chapter 20, not by speaking of God as creator, as creating the heavens and the earth, as creating us, but rather the God of the historical experience. I am God, your Lord, who brought you forth from the land of Egypt, from the house of bondage. Dat is in onze traditie dan ook de reden dat de 10 geboden in Exodus 20 niet beginnen met ik ben God, de schepper van hemel en aarde, maar met de concrete historische ervaring. Ik ben de God die u uit Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. But inevitably, when we recognize that our connection with God is a reflection of our unique experiences, we appreciate that God gives us through those unique experiences, each of us, unique missions, unique roles in his plan. Maar dan moeten we ook zeggen dat als God ons die ervaringen geeft die onze eigen persoon weerspiegelen en die dus uniek zijn, dat hij ons door middel van die unieke ervaringen, voor ieder van ons uniek, ook ieder zijn eigen unieke missie of taak in zijn plan geeft. Of course, as we've noted also in the past as well, if a father gives each of his children exactly the same tasks to do, that's not a loving father. Als een vader, om maar eens een voorbeeld te geven, al zijn kinderen precies dezelfde taak geeft, dan is dat geen liefhebbende vader. Our loving father gives each of us unique roles to play. Each of us a distinctive mission in the great plan that God has in store for us together. Onze liefdevolle vader geeft ieder van ons een unieke rol, een unieke taak in dat grote plan dat hij heeft, voor ieder van ons afzonderlijk om zijn taak te vervullen. So we don't need to ignore one another, we also don't need to copy one another. Dus we hoeven elkaar niet te negeren, maar we hoeven elkaar ook niet te kopiëren. I as a believing Jew will state, and I've stated this many times, that I believe that you, as Bible-believing Christians, have a job to do as God has given it to you as Bible-believing Christians.
Als gelovige Jood, dat heb ik al vaker gezegd, geloof ik dat God u als bijbelgelovige christenen ook uw eigen taak gegeven hebt als bijbelgelovige christenen. And by your fulfilling that role, you have a share in everlasting life. You attain personal salvation and you contribute to the final redemption of the world. En door die taak te vervullen, hebt u een aandeel in het eeuwige leven en draagt u ook bij aan de verlossing van de wereld. And so, I have no desire to try to persuade you to be anything else. En ik heb dan ook geen enkele behoefte om u ertoe over te halen om iets anders te worden. I respect you and I respect your mission. Ik respecteer u en ik respecteer uw taak. And inevitably, the challenge that I present to you, not you specifically, to Christians generally, is to react reciprocally to the Jewish people as well. En natuurlijk is dan ook de uitdaging die ik bij u neerleg, niet bij u specifiek, maar bij het christelijke, bij de christenen in het algemeen, om omgekeerd ook ons als Joodse volk te respecteren in onze eigenheid en in de taak die God ons heeft opgelegd. That is, as I've expressed it, and I know many of you have already heard this many times from me, when my Christian brothers tried to persuade me to adopt Christian beliefs, nowadays I believe they are doing it out of genuine love, but it is a love without respect. Ik heb het al wel eens vaker tegen u gezegd. Ik druk dat altijd zo uit als mijn christelijke broeders tegenwoordig proberen mij tot hun geloof over te halen, dan is dat vanuit liefde, maar het is een liefde zonder respect. It's treating Jews like godless pagans who need to be introduced to God. Het is hetzelfde als Joden behandelen als goddeloze heidenen die nog met God in aanraking gebracht moeten worden. Which is an attitude that it's easy to maintain until one opens the Bible and sees that God sent Israel to introduce him to the world. Dat kun je volhouden totdat je de Bijbel opendoet en ziet dat het juist Israël is dat God bij dat de wereld in aanraking brengt met God. But of course I'm going to concede openly. It is a challenge on both sides for us to relate to one another not as godless but rather as God-fearing. Maar het is een uitdaging voor ons allebei, Joden en Christenen, om elkaar te zien als niet als goddelozen, maar als godvrezende. Not as straying sheep, but rather as faithful to the shepherd who is calling us. Niet als dwalende schapen, maar als trouw aan de herder die ons roept. And with the conviction that by our being faithful to the mission that we are called to fulfill, we are living up to what God wants of us, of each of us, in this world. En met de overtuiging dat door zo te leven zoals God ons opgedragen heeft. When we do that, when we stand together through this mutual respect, not merely because of all of the existential challenges and the burning issues, but because we believe that this is what God is summoning us to do now, together, then we pave the way for the coming of the Messiah and the blessed day of the Lord, awesome and great, speedily in our days. Als we dat doen en als we elkaar zo respecteren en ook bemoedigen in om die taak vol te houden, dan bereiden we eigenlijk de weg voor die grote en gezegende dag, die ontzagwekkende dag van de komst van de Heere. Mag het spoedig zijn in onze dagen. I'm looking forward to that blessed day together with you. Ik kijk uit naar die gezegende dag samen met u. May it come soon. Mogen het spoedig komen.